Wereldveroveraar Ivo Schotman van aluminiumbotenproducent Tenderline zet alle zeilen bij om zijn boten aan de man te brengen. Tijdens de Hiswa verkocht hij niets, maar de komende maanden gaan geïnteresseerde proefvaarten maken. En dan moet je ze natuurlijk over de streep trekken, niet waar, Ivo? Gaat dat lukken? Ja, dat gaat lukken. Kijk, het niet verkopen op een beurs is niet echt iets heel bijzonders, hoor. Het komt over alsof dat alleen mij overkomt. Had je het al een beetje verwacht toen je daar naartoe ging, gegeven de economische situatie? Ik heb toen ook wel gezegd van het schrijven op een beurs, dus het letterlijk verkopen op een beurs, is een beetje verleden tijd, vooral in deze tijd. Dus mensen willen toch echt eerst naar je werf toe, ze willen je zien, ze willen het persoonlijk contact, ze willen een stukje varen. En pas daarna, en als ze gezien hebben wat het allemaal kan en doet, dan gaan ze beslissen. Want wat kost een beetje aluminiumboot bij jou? Ja, dat is ontzettend breed spectrum. Vanaf 25.000 tot 300.000. Dus er valt van alles te kiezen. En welke verkoop je het meest? Ja, we zitten natuurlijk nu hier in Nederland. Verkopen we het meeste wat in het lagere segment. Maar daar gaan we veranderingen brengen. Want ik ben natuurlijk wereldveroveraar. En je wil over de rest van de wereld met name ook de wat duurdere slijten. Ja, maar dus die G7 waar we het vorige keer over hadden. Die zo lelijk is. Ja. Die daar heb je een hele lelijke. Die hele lelijke boot. Die boot ben, niet ik ben uitziet. Zo blij dat je dat lelijk hebt genoemd. Want dat had een heel leuk resultaat op de website. Want iedereen moest dat natuurlijk zien. En ook comments achtergelaten. Ja, welke is dat? Want je hebt een paar folders meegenomen. Staat hij hier ook op of niet? Ik heb hem wel in dit foldertje voor je staan. Ja, even zien, maar zien, want jij hebt hem natuurlijk nog niet gezien. Die is echt afschuwelijk. Maar hebben die nu al verkocht? Nee, natuurlijk. Ja, die is al verkocht. Dat is het mooie. En op de Hiswa was dat echt een ontzettende hit. Ja, wat mensen vonden fantastisch. Ja. Ik had toen verteld dat het een beetje een tegenbeweging was voor de sloep. Nou, dat is gewoon gewerkt. Iedereen vindt het een fantastisch ding. Dus hij mag dan wel in jouw ogen lelijk zijn, maar de meesten vinden hem te gek. En wat doet de G7, als ik vragen mag? De G7 is een ultieme grachtenboot. Echt ja, gebouwd. Wat kost die? 25.000 euro. Oh, dat is de onderkant. Vandaar die van 300.000 is natuurlijk heel veel mooier, of niet? Ja, die ligt voor je neus. Dat is de Gentleman. Heeft ook een wat andere naam. En dat is echt bedoeld voor het hoger segment. 300.000 euro, dat is niet zomaar wat. En daarmee willen we ook echt Europees en eigenlijk zelfs een stapje verder mee ondernemen. Zeg maar, je maakt mij niet wijs, even terug naar die Hiswa, dat je blij was toen je van die Hiswa vandaan kwam en niet verkocht had, toch? Nou, kijk, natuurlijk. Iedere wens van elk ondernemer is dat jij wel op die beurs schrijft. Dat wil je natuurlijk hebben. Ja. En er zijn ook wel mensen die dat wel doen. Maar dat heeft dan een voortraject. Die mensen zijn al langs geweest enzovoort. En die zullen een knoop doorhakken op een beurs. Nou, ik ben vrij jong. Voor mij is dat wat moeilijker. Maar we hebben toch 40 potentiële leads. Dus mensen die hebben aangegeven, nou, dat vinden we zo gaaf. Wij willen een keer komen proefvaren. En nu is de vraag, hoe groot wordt jouw conversie? Hoeveel boten worden er uiteindelijk verkocht? Ja. En nou, wat is je voorspelling? Want jij komt regelmatig in dit programma. Je bent een van de FD-wereldveroveraars. Dus wij willen de volgende keer, als je hoort, natuurlijk even controleren of je het bij het juiste eind hebt gehad vandaag. Hoeveel ga je verkopen? Nou, gemiddeld genomen, 1 op de 3 proefvaarten, dat wordt een verkoop. Nou, dan is dus helemaal de vraag, hoeveel proefvaarten gaan wij tot de volgende meeting die ik met jullie heb doen? Dat is de vraag. Dus hoeveel ga je er doen? Wat nou, denk we hebben straks 28 april hebben we bij mijn eerste Nederlandse Tenderline dealer, Fort Marina in Warmond. Daar hebben we een groot feest om het seizoen te openen, maar ook onze samenwerking te beklinken. En daar proberen we ook zoveel mogelijk klanten naartoe te trekken. Van jongens, kom allemaal kijken. Dit is een fantastisch mooie locatie. En daar liggen alle boten tentoongespreid. En daar gaan we toch wel denken dat we daar wat zaken gaan maar doen. Maar normaal gesproken 40 leads en zeg maar 1/3, dus 13 boten ga je verkopen. Dat is... Ja, daar ga ik toch wel van uit, op zijn minst. Ja, in Nederland dan. Tot op dit moment heb je 1 dealer. Ga je dat netwerk nog uitbreiden? Dat lijkt me heel belangrijk om boten te verkopen. We zijn druk met Yamaha, de partner met wie ik dat opzet. Aan het zoeken naar Yamaha-dealers die dus buitenboordmotoren leveren in Nederland. Die ook Tenderline-dealer willen worden. Nou zijn er heel veel Yamaha-dealers, maar we willen maar 4 maximaal dealers in Nederland hebben. Eigenlijk heb ik gezegd altijd in elke winststreek 1. Ja, en waar moet je aan voldoen? Wanneer mogen ze van jouw dealer zijn? Ik heb een hele simpele regel. Als je een Tenderline dealer wil worden, moet je minimaal 2 boten kopen. We doen niks in consignatie. Ik geloof daar niet in. Mensen moeten zich ook financieel verbinden aan mijn product. Anders ben ik een beetje bang dat ze niet dat gaan verkopen. Maar het lijkt me ook wel heel verleidelijk als het dan een beetje tegen zit. Om dan te denken, van, nou, ik neem er een paar dealers bij. Dan verkoop ik in ieder geval een paar boten. Want betalen die dealers, die betalen natuurlijk wel de inkoopprijs. Die is veel lager dan de bedragen die je net hebt genoemd. Uiteraard hebben die hele lelijke G7, die gaat dan echt voor heel weinig weg. Ja, hoeveel? Toch? Wat is de marge daartussen? Die marge daartussen, dat vind ik om on-air zomaar te noten spreiden. Dat is gewoon niet handig. We zijn niet met z'n drieën. En dan gaan we ook maar niet onder 30%. Ons vertellen. Jij mag al 30% doen, maar het ligt ergens daartussen. En de 0 en de 30 ben zo ongeveer. Het maakt niet zo heel veel uit. In ieder geval, ik vind dat je hele mooie boten maakt. Maar er is ook interesse voor uit Denemarken, begrijp ik. Ja, Denemarken ook, klopt. En Noorwegen zelfs. Hoe hebben ze je gevonden, helemaal uit Denemarken?
Nou, dat is heel grappig. Ze hebben, ik ben eigenlijk opgevallen door een Nederlands consultancybureau. Die had weer connecties met Denemarken. En Denemarken die heeft vanuit de overheid en het bedrijfsleven een bureau wat handelsbetrekkingen naar Denemarken wil halen. En eigenlijk via hebben ze mij opgespoord en zijn we in gesprek geraakt van goh, we willen graag jouw boten naar Denemarken toe halen. En wat kunnen we daarin betekenen? En zelfde voorwaarden, minimaal 2 boten kopen, anders dan leef je niet. Voor iedereen hetzelfde. Ja. En in Noorwegen idem dito? Ja, Noorwegen die hebben mij gezien naar aanleiding van mijn Zweedse en Finse dealer. Dus die hebben denken van nou, dat vonden we ook een mooi product. En daar zijn we gewoon rechtstreeks mee in onderhandeling. Dus dat is dealer die dealer wil worden en die mij zelf heeft gevonden. Ja, ja, maar ik vind die gentleman, dus die hele dure boot, vind ik heel erg mooi. Ja. Vind ik echt heel mooi. Dus nou, nu komt er niemand naar je site. Nou, kijk, ik kan er wel even een beetje een beeld bij scheppen. Ja, want mensen weten natuurlijk niet wat voor boot dit is. Ja? Dus voor de botenliefhebbers onder ons, het is een kruising tussen een Busch, Riva, Frausner, Von Dutch. Nu is duidelijk. Dat is alles bij elkaar. Dat is helemaal duidelijk. Ja, maar als de mensen die weten wat dat is, die denken ineens, aha, dat is interessant. En die gaan dan zeker naar de website en die gaan hem ook bekijken. Maar wat voor type klant koopt het? Beschrijf de klant eens. De klant heeft uiteraard genoeg centen, anders kan je hem niet kopen. Nee, de klant houdt van ontzettend mooie dingen. Hij houdt ook van lifestyle. Die wil genieten op het water. Die wil niet alleen maar showen van wat heb ik en wat ben ik, maar wil ook gewoon met een hele club vrienden genieten van het leven op het water. Maar een beetje patjepeer dus. Nou, ik denk niet dat dat de standaard klant van mij is, want het zijn toch wel mensen die ook echt willen genieten. Het is niet een raceboot waar je met z'n tweeën in zit en kijk mij nou. 500 pk, hè? 500 pk. Ja, maximaal. Ja. Weet je, Ivo, Ben is een beetje negatief, maar toen we vanmorgen deze uitzending doorspraken, toen riep hij al om 11:30, het wordt leuk, want Ivo komt. Ja, als jij komt, ben ik gelijk helemaal blij. Hij is een van je grootste fans. Ik ben zeker fan. Absoluut. Zeg, wat zijn de volgende stappen in je bedrijfsvoering? Wat zijn de volgende grote plannen? Nou, de grote plannen zijn het stevig neerzetten van het merk. Dus dat is eigenlijk echt bouwen aan je merk binnen Europa, dat is heel belangrijk. Marketing. Marketing, dat soort zaken. En met name ook die verantwoordelijkheid van de directe verkoop van mezelf afhalen en neerleggen bij dealers. En ook dealers in Nederland, maar ook in het buitenland. En gisteren heb ik bijvoorbeeld de eerste meeting gehad met agentschap.nl ook. Over bijvoorbeeld zaken doen in Brazilië. En dat vind ik ook, dat zijn markten waarvan ik denk, nou, dat kan heel interessant worden voor bijvoorbeeld zo'n gentleman. Dingen in het hoge segment. Ik denk dat jouw boot het geweldig gaan doen voor de kust van de Copacabana bij Rio de Janeiro. Ja, dat was een heel mooi introductiefilmpje met allemaal beelden. Ik zie me daar wel heen gaan, hoor. Ik zie jou. Ja, het is jammer dat de luisteraars jou niet kunnen zien. Lachen, wij kunnen dat wel zien. Nou, wij wensen je alle succes. Ivo Schotman van Tenderline. En wij zien je over een maandje of zo. Kom je hier weer vertellen hoe het dan verder gaat. Vertellen en als wat mensen de stand van zaken jou is. Willen volgen, kan dat ook via www.wereldveroveraars.nl.